Goedemiddag en fijn dat u weer kijkt naar de nieuwe aflevering van Muzieklokaal vanuit het oude gemeentehuis van Gramsbergen. Vandaag hebben we de Sjompie Singers. Niemand minder dan Jan Bosman gaan we vandaag interviewen en praten wat dat eigenlijk nou allemaal betekent, de Sjompie Singers. Jan, van harte welkom. Ja. Ik zeg nu net, het is de Sjompie Singers, maar wat als mensen nu zitten thuis te kijken, waar moeten we dat precies voor voorstellen? Wat is eigenlijk de Sjompie Singers? Sjompie Singers, dat is eigenlijk een soort van shantykoor. Shanty is eigenlijk het zeemanslied waar de blijdschap en de droefheid van zeemansliederen tot uiting komen. Ja. Maar de Sjompie Singers hebben het repertoire een beetje breder gemaakt om ook meer muzieksoorten als alleen shanty ten gehore te brengen. En met name, we zeggen altijd, met de Sjompies is het altijd feest. Altijd dus feest? Altijd feest. Ja, ik heb het net gezien, de beelden. Het is heel een beetje smartlapachtig, hè? Top. Ook smartlap, maar ja. We hebben ook bijvoorbeeld van de Dubliners een heel repertoire erin. Dubliners is ook een soort levenslied eigenlijk. Maar wel iets wat mensen pakt. Dat is, daar proberen wij ons repertoire zo op te stellen. Kun je iets vertellen over de geschiedenis van de Sjompie Singers? Nou, de Sjompie Singers is ooit begonnen, ruim 17 jaar geleden inmiddels, met de feestweek Gramsbergen. Ja. En dat was met de Bonte Avond, dat groepen wat doen. En er was een groep als Shantykoor en dat sloeg toen zo aan op de Bonte Avond. En toen is het, als dat pakte, zeg maar, kunnen we dat nu wat verder uitbouwen. Ja. En toen is er een bestuur omheen gebouwd met statuten en een officiële vereniging geworden. Ja. En jij bent voorzitter van ik de Sjompie voorzitter, Singers? Ja. Ben je daarvoor gevraagd? Nou, ik was lid. Ik ben nu 3 jaar lid van de Sjompie Singers. Dus ik ben niet vanaf de opening, vanaf de oprichting daarbij betrokken. Vanaf 3 jaar voorzitter. En het laatste jaar met de jaarvergadering hebben ze mij gevraagd of ik voorzitter zou willen worden. Ja. Ja. En ja, omdat je daar zelf wel heel actief was, zelf als zinger? Ja, als je mevrouw hoort, dan ben ik altijd enthousiast. Als ik het over de Sjompie Singers heb, begin ik te glunderen. Ja. Dus, ja. Dat is echt je lust in je leven, of zo. Dat is mijn lust in mijn leven, ja. En doe je ook nog, werk je nog? Ik ben eigenlijk gepensioneerd veehouder. Kijk, ja. Dus actief veehouden, dan zat je altijd in de stallen, neem ik aan, zingen. Ja. Ja, met de paplepel. Met de paplepel, ja. Ja. Uit hoeveel koorleden bestaat? We hebben 67 leden, ja? Met het koor inclusief de muzikanten. En de muzikanten, dat is ook een heel korps, dat is 5 accordeonisten, ja. Een gitarist, een tuba en een drummer. Een drummer. Ja. En die gaan, is er ook nog een pianist bij? Nee, pianist hebben we niet. Er niet bij. Nee. Okay. Nee. Dus het moet wel makkelijk vervoerbaar zijn. Ja, behalve dat, we zouden ook wel graag bijvoorbeeld trompet of saxofoon bij hebben, ja. Of violist, maar die zijn dun gezaaid. Nou, misschien kunnen we straks een oproep doen, dat mensen, als ze zitten te kijken, denken, joh, hè, daar willen we bij zijn, dat ze dan gewoon kunnen aanmelden. Ja, mensen met muzikale kwaliteiten op dat vlak zijn altijd welkom. Ja. Ja, dan gaan we graag het gesprek mee aan. En is het echt van jong tot oud dat je dan mensen daarvoor zoekt? Wij zoeken wel verjonging in het koor. Ja. Dus het is wel, moet ik zeggen, een beetje grijs. De jongsten zijn net onder de 50, ja. Maar de oudsten die zijn over de 80. Ja. Ja. Dus het is, verjonging is wel belangrijk, ja. In het koor. Ook al omdat het natuurlijk 17 jaar geleden is dat het koor opgericht is. En ja. De mensen, er zijn nog altijd heel veel leden die als vanaf de oprichting. Dus ja, als je dan 17 jaar verder gaat, dan kom je daar een beetje in. Hè? Snap ik. Ja. Ja, wat voor zangpartij zing je? Is het, tenor, bariton? Ja, we hebben eigenlijk drie soorten erin. We zingen meestal driestemmig, tenor. De bas en de bariton. Ja. En de bariton, dat is dus de basis, zeg maar. En dan ging de bas vaak eronder en de tenor de hoge stemmen erin. Ja. En hoe vaak oefenen jullie, is dat 1 keer per week? Is het? 1 keer per 2 weken. En soms met wat nieuw repertoire, dan hebben we wat ingelaste repetities. Maar normaal gesproken is het 1 keer in de 2 weken. 1 keer in de 2 weken? Ja. En waar treden jullie zowel op? Is dat echt in Hardenberg zelf? Ik heb laatst toevallig iets gezien in de stad. Ja. Maar treden jullie nog verder iets op, nog buiten Hardenberg op? Ja, we zijn toevallig afgelopen zaterdag naar Den Helder geweest. Zijn we gevraagd voor het festival daar. Ja, een heel groot gebeuren daar. En hoe komen de mensen dan die dat organiseren dan bij jullie terecht?
Ja, er is ook een Shanti in Nederland, wat een overkoepelende organisatie is. Maar je wordt ook benaderd omdat je zeer erg een gezin hebben. Die wereld die kent elkaar allemaal eigenlijk. Ja. Want er waren meer koren uit het oosten van het land, ook uit Emmen en uit Almelo. Dus, Dus dat is allemaal mond-aan-mond reclame van als mensen iets willen, dan van hey, dat is een leuk koor. Ja. En moet je naar Jan toe gaan? Nou, bij ons doet Ben Soer de boeking, bestuurslid Ben Soer, die doet alle boekingen. Maar als er meer erover gaan, dan weet je niet waar de een afspreekt en de ander afspreekt. Nee. Dus één persoon moet de boeking doen. Ja, en dat is bij ons de vicevoorzitter, Ben Soer doet dat. Ja. Okay. Waarom heeft een koor eigenlijk een bestuurder, bestuurder nodig? Nou, dat is denk ik wel heel belangrijk om zaken als er nieuwe personen aangesteld moeten worden. Ik noem maar wat, een dirigent of muzikanten of ook koorleden, die moet je ook. We hebben zelfs nog commissies, muziekcommissies, die als koorleden voordat ze komen beoordeeld of ze passen bij het koor. Ja. En er zijn allerlei dingen wat spelen over contributie en zo. Dan kom je met bestuur met een voorstel naar de leden toe. Ja. We hebben één keer per jaar onze leden vergadering en dan kunnen leden bepaalde dingen wat het bestuur voorlegt, kunnen de leden over beslissen. Want als je dat altijd op een repetitie moet doen, dan komt er van repeteren niks. Nee. Dus daar moet je een speciale vergadering voor beleggen. Ja. En we hebben bijvoorbeeld laatst een ingelaste vergadering gehad. We hadden wat moeite met het aantal accordeonisten op peil houden. Ja. En toen hebben we besloten, het bestuur is met een voorstel naar de leden gekomen om de statuten aan te passen. Het was een vereniging van mannen. Ja. Maar we hebben nu voor de muzikanten ook, mogen ook vrouwen lid zijn. Ja. Dus we hebben nu twee vrouwelijke accordeonisten ook als lid van onze vereniging. Dus, maar dat zijn dingen waar een bestuur dus mee komt. Dat kun je niet in met de hele ledengroep en dan moet je wel voorstellen. Maken. De leden besluiten uiteindelijk wel, maar als bestuur dan probeer je dat voor te bereiden en dat je daar makkelijk ter besluitvorming komt. En wie is eigenlijk de dirigent? We hebben Corrie Mans als optredend dirigent en we hebben Arend Trost, die is instudeerdirigent. We hebben een instudeerdirigent. Leg eens uit. Wat houdt het in? Nou, de instudeerregent die gaat met name over de stemmen, wie doet de bariton en hoe, en die of je iets in F zingt of in G zingt of in C zingt en de muzikale kwaliteit. Yeah. En onze optredendirigent die maakt er een show van, die staat ervoor en die probeert de verbinding te leggen tussen koor en publiek en natuurlijk ook wel de toon aangeven en inzetten en zo, dat is wel, maar die speelt ook met het publiek. Yeah. En de instudeerregent dat gaat echt over de muzikale kwaliteit. Oké. Okay. Dus er wordt geen valse noot bij jullie gezongen? Nou, dat zal ik niet ontkennen dat dat niet gebeurt. Maar dan proberen we dus met name op de repetities de aandacht op te richten. Dan moet je een bepaalde kwaliteit hebben om bij het koor te kunnen. Ja, zoals ik al zei, alle koorleden die toegelaten worden, die moeten wel eerst een test doen. Die komen bij de muziekcommissie, daar zitten een aantal muzikanten bij. Ja? En ik heb zelf ook een hele ochtend moeten zingen. Dus als ik mee wil doen, dan moet ik ook een goede noot kunnen zingen. Ja, en een goede noot kunnen zingen, niet vals vooral. Niet vals en ook om te kijken, ben je tenor of bariton of bas? En als we vooral behoefte hebben aan baritons, aan bassen, daar is vaak een behoefte aan, ik noem bassen. En als we te veel tenoren hebben, dan is dat geen echte aanvulling voor het koor. Dus het kan, dan kun je wel bepaalde muzikale kwaliteiten hebben, maar dat toch net niet past bij het koor. Met het koor. Ja. Ja. En heb je wel eens een keer mensen af moeten wijzen? Ja, er zijn ook eens mensen afgewezen. Ja, nou, dat gebeurt niet vaak hoor. Want mensen die zich aanmelden, die hebben vaak ook wel muzikale kwaliteiten. Maar het is wel gebeurd dat de mensen afgewezen zijn. Ja. Jan, vertel eens even. Want wat ik dan mezelf nu heel erg afvraag, waar komt dat Sjompie, überhaupt de naam Sjompie vandaan? Sjompie, de naam is ooit ontstaan van de somp, van de vechtsomp. Was dat vroeger de somp? De somp, ja, die is juist dit voorjaar weer geopend. Maar in het verleden waren de vechtsompen als vrachtschepen hier op de vecht. Yeah. En de somp, dat is hier een beetje in dialect, is dat somp, sjompie. En vandaar dus de sompzingers of de sjompiezingers. En wat is nou eigenlijk binnen jullie team? Jullie zijn volgens mij best wel hecht met elkaar, toch? Ja. Jullie kennen elkaar echt door en door, kan ik me voorstellen. Wat maakt dat nou binnen het team wat het zo hecht maakt? Nou,
ik denk vooral, en daar hameren we ook altijd op met repetities en zo, dat we met elkaar uitstralen. Dat je enthousiast bent, dat je vrolijk bent. En als je op zich dat met elkaar al wilt zijn, met elkaar, dan denk ik dat je ook een heel hecht team wordt. Ja. En dat, dus het Sjompie-gevoel. Het Sjompie-gevoel. Jongens, straal blijheid uit. Ja. En vorige week bij het optreden in Den Helder komt een vrouw en een man naar me toe. We kwamen van het podium af. Ze zeggen, jullie hebben mijn dag helemaal goed gemaakt. Dat je mensen blij maakt. Ja. Ja. En dat we dat met elkaar willen doen. Daar doe je het voor. Daar doe je het voor. Ja. Ja. En dat geeft met elkaar ook het gevoel dat je het echt samen. Zo'n Sjompie-kick. Ja, precies. Ja. Ja. We hebben toch weer mensen blij gemaakt daarvoor. Ja. De beelden die we nu gaan kijken, die zijn gemaakt op de Hoofdhone Oostdag. Geniet vooral met deze mooie beelden. Oh,
3.